komt heel veel kijken bij short track. Het is techniek, tactiek, lef, doorzetten, maar ook fysiek heel zwaar. Het is alle aspecten en dat vind ik er ook heel erg leuk aan. Dit is een foto van mij op het WK vorig jaar, waar ik tweede werd achter Suzanne, mijn teamgenoot. Als ik Hanna zie schaatsen, dan ga ik er ook helemaal mee in op. En, alsof het mijn eigen wedstrijd is, wint ik mij op en roep ik. Ik trek het mij heel hard aan ook. Toen waren we allebei aan het lachen, omdat we heel dicht bij een wereldrecord zaten zonder dat we het door hadden. We hebben heel hard gereden. Goh, dat was een heel leuk moment uiteraard. Mijn eerste medaille op een WK. Zilver op 3000 meter, dat is het EK van 2020 geloof ik. Daar reed ik lang op kop bij de afsluitende superfinale. Nog hard geklopt op de finish. Short track is sinds 1992 op de Spelen en is een nieuwe, spectaculaire en snelle versie van het schaatsen. Short track is eigenlijk alleen maar bochten rijden, dus onze schaatsen zijn er ook heel erg op aangepast. Daardoor zijn er veel grotere verschillen met lange baan schaatsen. En bij ons is het alleen maar draaien. Mij hangt de bocht door en dat is anders. Toen ik 15 was, zijn we naar Hasselt verhuisd om daar elke dag te kunnen schaatsen. Ja, het was echt een project van we gaan er nu als team aan beginnen om echt niveau te halen. En er mochten wat mensen aansluiten en ik heb voor een of andere reden besloten dat ik wou aansluiten. We trainen nu al 4 jaar hier in Tialf en hier is alles aanwezig wat je als topsporter kunt willen van omkadering. We trainen met het team van Nederland, nationaal team. En dat heeft ook alle coaching en staf dat je nodig hebt. En het is gewoon een heel goed team om mee te trainen. Dus voor de Nederlanders is het ook leuk dat wij erbij zijn. Die hebben veel onderlinge strijd dat ze zich willen tonen naar de coach. En die vinden het dan een beetje ontspannender om tegen mij zo te racen als tegen elkaar. Dat is mijn bekende val van jaar of 3 geleden, toen ik over de boarding verdween na mijn val. Hele mooie beelden. Een van mijn favoriete momenten ooit. Alleen niet terwijl het gebeurde, toen was ik best ongerust eigenlijk. Want hij was verdwenen achter de matten en dat gebeurt helemaal nooit. Maar ik had niks aan de hand, alles was in orde. Ik moet het meer hebben van snelle, slimme, behendige manoeuvres en minder van mijn fysieke capaciteiten. Dus ik heb 1 kans en die moet ik grijpen en dan zo vooraan in de wedstrijd geraken door behendig te zijn eerder dan door fysiek de sterkste te zijn. Dit is een artikel van in Peking waar we in het begin van het jaar een wereldbeker hadden. Een hele leuke ijsbaan waar we ook ons Olympische Spelen gaan schaatsen. Daar kijken we heel erg naar uit. We hadden ons eigenlijk ook met de mixed relay geplaatst bij de top 12, wat vereist was voor de Olympische Spelen. Maar door de regelgeving van de ISU mogen we die relay niet schaatsen en daar zijn we heel teleurgesteld voor. Want die doen we allebei super graag. Super leuk om samen en met ons team op het ijs te staan. En we zijn daar ook echt heel goed in. We waren er wel van overtuigd dat we daar mee konden doen voor de medailles. Wij zijn Hanna en Stijn de Smet en we gaan naar de Olympische Spelen in Peking.